6 weken stond hij open, maar woensdag kunnen voetgangers er weer overheen wandelen. De gebroken as van de Damiatenbrug is vervangen. Tussendoor heeft hij het af en toe nog wel eens gedaan. Het heeft een tijdje geduurd voordat we het echte euvel hadden gevonden. De as brak af doordat de motor in de fabriek is gevallen, geeft de fabrikant nu toe. Een van de elektromotoren was kapot. De aandrijfas was gebroken. Dat was een foutje vanuit de fabriek. Is hier helaas niet ontdekt. En nu zit er dan een hele nieuwe motor in met een nieuwe aandrijfas. De brug moet nog opnieuw worden afgesteld. Daarna kan hij er weer 15 jaar tegenaan.